Henk Vreese, voelt dit als een gewonnen punt alsnog voor Sparta? Nee, vind ik niet. Ik vind het een terechte uitslag. Ik vind dat wij op basis van de tweede helft, dat wij zeker een punt verdienden. Niet meer, maar ik vind dat we wel een punt verdienden, ja. Kijk je verder terug op deze wedstrijd? Een lastige wedstrijd, een goede wedstrijd. Ik denk twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Dan krijg je fases waarin je de bovenliggende partij bent. Maar je hebt ook zeker fases gehad waarin we tekort kwamen. Ja, dus gewoon een realistische wedstrijd. Waar ben je het meest tevreden over na vandaag? Veerkracht, als ik eerlijk moet zijn. Komt toch 2-0 achter in de tweede helft. Gelukkig maken we snel de aansluitingstreffer. We zijn blijven vechten tot het einde. Dus dat is het grootste compliment wat ik ze kan maken. Je begint deze wedstrijd met twee andere basisspelers ten opzichte van vorige week. Je begint met Dabo en je begint met Suwendly Alberto in de basis. Van waar heb je die keuze? Nou ja, je miste natuurlijk Bart Vriends. En Bart is gewoon heel erg belangrijk in ons spel, zeker in het 5-3-2 systeem. Dat moet je opvangen. En dat meende ik te doen met Suwendly en met Venky. Venky heeft vooral energie als kwaliteit, power, als snelheid. Saxela heeft het uitstekend gedaan. Zijn elkaar aan elkaar gewaagd. En in deze wedstrijd hebben we gekozen voor Venky op basis van zeg maar met name kracht, snelheid, energie. Je zegt ook het 5-3-2 systeem. En tijdens de wedstrijd schakel je toch naar het 4-3-3 systeem over. Waarom vond je dat die omschakeling nodig was? Omdat aan onze linkerkant het niet goed werd uitgevoerd. Suwendly, Greg en Royston deden dat aanzienlijk minder dan aan de rechterkant van ons. Nou ja, dat kan een keer gebeuren. We hadden er wel enigszins rekenschap mee gehouden, omdat we ook de 11 hebben gekozen waarin we kunnen schakelen naar 4-3-3. Vlak voor rust komt er een botsing met Roy Kortsmit met een van de spelers van Go Ahead Eagles. Hij gaat geblesseerd naar de grond. Wat heeft hij precies en hoe is het met hem? Is nog niet bekend. Ik denk dat we morgen pas wat meer kunnen zeggen. Het was een behoorlijke botsing. Dus morgen weten we meer. Het was een bovenlichaam volgens mij, hè? Ja, ik denk wat ik gehoord heb is het met name een schouder. Dus daar wordt dadelijk zorgvuldig naar gekeken. Dan komt Tim Koremans in de ploeg. Ja, hij heeft niet heel erg veel te doen gehad. Maar wat geef je hem dan nog mee als hij ineens out of the blue ineens zo in het veld moet komen? Ja, is voor elke speler lastig, hè? Laten we eerlijk zijn. En we hebben een aantal weken, of misschien wel maanden terug, hebben we hier gespeeld. Dat verliep voor hem niet zo heel goed. Nou, als je dat meerekent, dan heeft hij dat wel gewoon goed ingevuld. Hè? Net zoals elke speler is altijd wel kan je iets vinden. Maar over het geheel genomen denk ik dat de tweede helft hebben de jongens als een team hebben ze ervoor gevochten. Op een paar keer zag ik je tijdens de wedstrijd ook naar beneden kijken. Toch wel boos proberen die ploeg op sleeptouw te nemen. Waar was je niet tevreden over vandaag? Onforced errors. Ik word echt moe van fouten die totaal onnodig zijn. Soms kan je zeggen de leeftijd kan daar van invloed op zijn, hè? Volwassenheid in het spel. Maar het gebeurt ook soms de oudere spelers. Daarin moeten we echt stappen maken, want als je heel eerlijk bent, de goal, de eerste die we tegenkrijgen, daar zijn duidelijke afspraken in. Ik vind dat daar te makkelijk ingekopt kan worden. Dus er zijn een aantal momentjes waarin we, vind ik, wel echt moeten gaan beseffen. Dat die er echt uit moeten. Want je kan een keer een goede wedstrijd spelen. Vandaag vind ik dat we meer dan behoorlijke wedstrijd hebben gespeeld. Tegen een goede tegenstander. Maar momenten kunnen ook de wedstrijd bepalen. Op zijn minst beïnvloeden. En daar kan ik me nog wel eens aan ergeren. Ja.